Dit is het artikel geschreven door John Pospicol, geschreven op 24 maart 2020. En de titel luidt: Questions for Lockdown Apologists. Een Lockdown Apologist is iemand in die vindt dat er een excuus is. Het is een apologie. Hè? Een excuus. Ja, het is een beetje vreemd, maar uh, het is wel nodig. He. En er zijn ook mensen die zijn lockdown kritisch. Dus een lockdown apologist is iemand en die is niet voor een lockdown, maar die vindt dat het moet kunnen. En vragen aan die mensen: questions for lockdown. Apologists. En dan begint hij gelijk met de clue: De toename in het aantal doden was niet voordat de lockdowns begonnen, maar daarna. Ik kan het ook in het Engels voorlezen, maar dat kan je zelf ook. Ik zal een linkje voor dit artikel wel onder dit artikel zetten. Erg goed artikel. Wat uh, John Pospickel heeft gedaan, die slimmerik heeft dit artikel uit de Financial Times gehaald. Even kijken, klopt dat? Financial Times. Ja. Hier zie je de sterftecijfers. En daar hebben ze de sterftecijfers van 2020. Dat is een dikke, duidelijke rode lijn. En de eerdere jaren, dat is een... Ja, dat zijn grijze lijntjes. Nou... En dan zie je duidelijk dat er. Met name in Italië, Frankrijk, België, Nederland, Engeland en Wales, Zwitserland en Spanje en New York City. Daar is het wel heel hoog. In New York City heb je 341% meer. Dan normaal. Hier in Nederland 42% meer dan normaal. In België is het 60% meer, Italië 90% meer, en Spanje 51%. En je ziet dat het gaat om een, een, een steile lijn. Het is niet iets wat zich langzaam opbouwt. Hè? Nee, het is gelijk hoppa. gaat heel stijl omhoog. Ja, dat ik het even weet. Nou, dit is opmerkelijk. En dan gaat iedereen erover discussiëren. Van ja, yeah, kijk, in New York City, hè, Toen uh, was het virus het was op de boot namelijk. Het is het op de boot gegaan. Maar dan niet via Wuhan hoor. Maar, uh, nou, een of andere. Uh, huh? Want toen was het dus hier in New York City, in ene. En toen was het hier in Nederland. Dus in Nederland was het ongeveer, ja, net als in New York City begon het hier in Nederland zo'n beetje, terwijl Italië die was veel eerder aan de beurt. Dus daar komt het allemaal vandaan. Dat moet wel. Die Italianos hebben heel New York City aangestoken. Ja, dat moet je er maar geloven. Nou, kijken we nog even naar Spanje. Die lijkt me ongeveer gelijk met Nederland, qua beginnen. Nou, en kan dit komen van een wereldwijde pandemie? Nou, eigenlijk niet. Daarvoor ligt het veel te dicht bij elkaar, overal tegelijkertijd. Dat is toch vreemd, hè? Hoe kan het virus zo plotseling overal verschijnen? Zit iemand het in de ronde te strooien of zo? Het is maar een virus, hè? Een virus is zo klein, die kan je alleen zien met een elektronenmicroscoop. En het is maar de vraag wat je dan aan het zien bent, maar... Nou ja, laten we ervan uitgaan dat je met een elektronenmicroscoop iets kan zien. Maar Dat gaat allemaal via een beeldscherm hoor. Dus wat je dan ziet is heel klein. Kijk, het is voor jou als mens al moeilijk om van hier naar New York te gaan, laat staan voor een virus, maar die afstand is nog veel groter hè, voor je, wat je af moet leggen. Want een virus is zo klein, die kan je met een microscoop niet zien. Jojo. Nee, wat is hier dan wel en dan? Ah, daarvoor moeten we even naar beneden scrollen. Want meneer John Popsicle, dat is deze man. Pos Pospicol. ik ken die naam helemaal niet. Pospicol. Pospicol? Is dat Pools of zo? Wat zou het zijn? Paspakon. Nou, die is eventjes gaan opzoeken wat de datums waren van de lockdowns. En het mooie Nederlandse woord daarvoor is uh, gebiedsafsluiting. Dus je hebt gebieden en daar mag je niet meer in. Lockdown. Nou, als je dan kijkt naar die datum van die lockdowns, dan zie je dat de eerste lockdown dat was in Italië, dus 21 februari. En de laatste die was in Engeland en Wales op 20 maart. Dus dan laten we kijken naar uh, het patroon van Italië van 21 februari. En het patroon van Engeland en Wales. Van 20 maart, van een maand later. Dan zie je precies hetzelfde patroon. Zie je? Je lockdown begint en dan. En je lockdown begint en. Dan... Het mooie Engelse woord hiervoor is precipitous. Wij noemen het stijl. Oh, die, die stijlheid, ja, ligt er een beetje hoe je het uitdrukt natuurlijk, maar dit is wel een call van de categorie 3 bij de Tour de France. Dus dit valt op. In Italië zaten ze dus 90% meer overledenen binnen 2, 3 weken. Nou, iets meer. Hoppa. En in New York City zie je dat ook heel duidelijk. Die lockdown die kwam op 12 maart en gelijk ging die stijgen. En bij Nederland hebben ze de lockdown datum gezet op 15 maart. En dat klopt. Dat is die zondag. Dat ik heb het er drie nog bij gehaald. Dit is toespraak, de toespraak van Mark Rutte. En die was op 16 maart. Ja. Jojo. Nou, dit is er dus aan de hand. En die cijfers voor Nederland. Toevallig. Was ik daarmee bezig. En ik heb allemaal gegevens verzameld van CBS. Die zijn, uh... Wat is het dit? Oh ja, dit zijn de. Dit is week 1 tot en met 25 van 2019. Vorig jaar, En dit is precies hetzelfde. Maar dan. Voor 2020. Dus. Er zijn mensen overleden. Dit heeft niks te maken met corona. Dit is het CBS. Gewoon mensen die overleden zijn. Het kan ook een verkeersongeluk zijn. Hè? Dat weet je niet. Nou, en wat je dan ziet. Is vergeleken met vorig jaar. He, was het vrij stabiel zo? Zie ja. je, die categorie waar ik nu naar 65 tot 80 jaar. Ja, dat schommelt zo'n beetje. En 80 jaar en ouderen, dat zijn er veel meer. Ja, dat komt omdat deze categorie dus, uh, ouder aan het worden is. Dus dan gaan ze dus niet dood. Die mensen zitten dus niet langer hier, die komen in die kolom terecht. Dus dat. Er steeds meer hele oude mensen zijn die doodgaan. Dat moet je niet zien als een slecht iets. Dat is goed. Yes. Dat hoorde ik zo te zijn. Nou, en vergelijk je dat met uh, vorig jaar, met dit jaar. Dan zie je in januari. Oh, in, ja, sorry, de eerste week van januari. Gingen er 1550 oudere mensen dood in 2019. En in dit jaar was dat een stuk minder. En als je dat hier samenvat. Week 1 tot en met week 11. Het totaal aantal mensen overleden. 2019 vergeleken met 2020. En was het totaal tot en met week 11, tot en met week 11, was 28.589. Terwijl dit jaar het er maar 28.111 waren. En dat scheelt toch 500 mensen, vergeleken met vorig jaar. Jojo. Dan heb ik hier een ik denk, dat is dan deze week 25. Die had ik er niet bij moeten zetten, denk ik. En die. Maar de, de weken die volgden. Mm. Oh nee, die 25 klopt wel. Nee, klopt wel. He, het valt toch mee. Week 21 tot en met 25. Daar zie je hetzelfde patroon in die zin: dat in week 21 tot en met week 25. En week 25 dat zijn de meest recente cijfers tot nu toe. Dan hebben wij 200 minder doden dan vorig jaar. Dus. We begonnen het jaar heel goed. En toen kregen we heel veel dooien En nu gaan we weer goed verder. In die zin, we gaan niet zo hard dood als vorig jaar. We zitten altijd nog in de plus. Nee, hey, waar zit het probleem? Het probleem zit hier. En dit is de fout waar ik het over had, daar was ik mee in vergissing. In week 20, toen was het eigenlijk al voorbij. Dus in week 20 hadden we vorig jaar 2821 doden. En dit jaar 2763. Dus niet meer dan vorig jaar. Dus toen was het voorbij. Maar in de periode van week 12 tot en met week 20, en in week 20 was het echt voorbij. En 9182 doden. In één keer bam. Hoppakee. Dus het ging hartstikke goed. Januari was een toppetje. Februari ook. At het begin van maart. Nou, dat leek nog wel ergens wat op. En toen zaten we 500 in de plus. En zo hoort het te zijn. Tenminste, als die oudere mensen niet gaan klagen over hun bestaan. En in week 12 was de fun voorbij. In week 12 gelijk al, ik zal die formule die ik hier, kijk ook, die kan ik naar boven kopiëren. In week 12, we hadden tot en met week 11, hadden we, stonden we 500 in de plus. Dat was in week 12 in één keer al afgelopen. Hadden we 566 meer doden dan in diezelfde week vorig jaar. En de week erop was dat 1443. En de week daarop 2185. En de week daarop 2071. En de week daarop 1261. Dan 943, 568, 203. En in week 20 was het nou, niet meer erger dan vorig jaar. Dan stonden we weer 58 in de plus. Maar we hebben daar dus uh, een, een, een golf, een sterftegolf meegemaakt. Tot op de datum hè. Tot op de datum. Van deze toespraak. Ik laat nu terecht een pauze vallen hoor. Maar hier ga jij maar eens over nadenken. En uh, bedenk goed. Dit hebben ze niet alleen in Nederland gedaan, maar ook in Portugal. En in New York City, en in Zwitserland, en in Zweden, en in Spanje, en in Frankrijk, en in Oostenrijk, en in België, en in Denemarken, en in Engeland en Wales, en wie ben ik vergeten? En dit zijn alleen maar de twaalf landen waarvan we een grafiekje hebben. Hoe zit het met die andere landen? En al die andere landen is hetzelfde aangedaan als ons is aangedaan. Namelijk zo'n fijne lockdown in je nek krijgen. En dan gaan de bejaarden kapot. Het lijkt me een uitstekend moment dat je nu even de uitzending stopzet. Want dit gaat natuurlijk wel de foute kant op. Dat begrijp je toch wel. Iedereen kan denken: van ja, Peri, als mens moet je gezond leven. En uh, veel frisse lucht en uh, vitamines. Uh, ja, en pas een beetje op hè, met roken en zo. En, uh, nou, dat vind ik wel erg belangrijk. Ja, uh, hier zijn even bejaarden afgeslacht. En hoe belangrijk vind je dat? Dit gaat helemaal de foute kant op. En ik weet welke partij hierachter zit. Dus dat heeft voor mij geen geheim. En ik weet ook waarom die partij hierachter kan zitten. En dat is een diep metafysisch verhaal. En dat te maken heeft met de wezenlijkheid van de mens. De mens is niet een toevallig grapje. Van, uh, vroeger waren er mensen met 17 benen en 18 armen, maar die zijn allemaal uitgestorven. Alleen de mensen met twee armen en twee benen, ja dat was de survival van de fittest. Maar zo zit de wereld niet in elkaar, hè? dat kan niet hè. En de waarheid zal je nu onder ogen zien, want wat je hier ziet, dit patroon, dit plaatje, dit is geen oorlogsverklaring van die mensen aan ons. Want dat kunnen ze niet. Ze kunnen ons niet openlijk de oorlog verklaren. Want dan vinden wij ze niet aardig meer. Nee, dit is geen oorlogsverklaring van die club. Dit is het bewijs van een oorlogsdaad. Het bewijs dat er oorlog gevoerd wordt tegen ons. En in Zweden en in Spanje. En in New York City, en in Portugal, en in Engeland en Wales, en in Australië. Nee, in Oostenrijk, sorry, in Oostenrijk. En Italië. Dus ga dat maar uitleggen aan je kinderen. Dat mooie nummer van. Uh, the Talking Hats. Life during wartime geinig nummer man Bezig blijven, bezig blijven, bezig blijven. Life during wartime. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik denk dat er iemand is die dit uh, helemaal de verkeerde kant op vindt gaan. Namelijk ik. Kijk, bij een oorlog is het zo dat wij een oorlog voeren en dat de, de oude mensen niet in de loopgaven gaan staan en die klus die laten wij opknappen door van die sportgrage mannen en niet door bejaarden. Dus in principe oorlogsslachtoffers. Het is eh, ja dat zijn alleen maar uh, van die uh, Sparta's, Spartascus, nee Sparta'sie. Van die Spartakussen. Van die uh, afgetrainde gozers die dat leuk vinden. En die jongens die vechten zich dood. En beschermen die bejaarden. Dacht ik. Of ben ik dan gek geworden in mijn achterhoofd? He? Dat is oorlog. Je neemt niet die bejaarden mee naar het front. Wat zij gedaan hebben, is ze hebben het front verlegd naar onze bejaarden toe. Ze hebben onze families onthoofd. Dat hebben ze gedaan. En jij kan denken: "Ja, maar mensen doen dat soort dingen niet." Hoe kom je daarbij? Nou, ik laat even stilte vallen voor de oorlogsslachtoffers van de oorlog van Hulli... ...tegen ons hier. En die heeft ons... ...tienduizend... Uh, ...lijkwagens opgeleverd. Omdat wij te besodemieterd waren... ...om in te grijpen. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. O, oh, wat staat? Ik vraag me af hoe we dit te boven moeten komen. Wie zijn schuld is het nou dat die bejaarden overleden zijn? Mark Rutte zijn schuld? Ja, eerlijk zeggen, kom op. Wil je dit in de schoenen schuiven van Mark Rutte? Ook die doden in Zweden? Nee, dat kan niet. He? Maar wie dan wel? George Soros? Bill Gates? Wie is hier schuldig aan? Er zijn hier in Nederland 10.000 bejaarden vermoord. Indirect vermoord. langzaam laten stikken. Dat is wat er gebeurd is. We hebben onze bejaarden laten stikken. Wie ze schuld is dit? Ja, iemand zal zich moeten verantwoorden, lijkt mij. Wie heeft dit gedaan? Het kan niet een individu zijn. Ja, Bill Gates, die, die kan dit niet. Die, die, hoezo kan Bill Gates dat dan? Zo'n manneke met de ongetwijfeld slechte adem. En hij kan niet programmeren. En. Uh... En hij heeft zo'n dominante vrouw. Die hem de godganse tijd afblaft, volgens mij. Volgens mij heeft die Melinda Gates. Even een grapje. Maar die Melinda Gates. die heeft een keer tegen hem gezegd. Luisteren. Flapdrol. Ik heb helemaal geen behoefte aan een flapdrol zoals jij. Maar mijn familie ziet wat in jou. En als jij nou precies doet wat mijn familie zegt. dan blijf jij gewoon mijn flapdrol. En je mag gewoon seks hebben buiten het huwelijk. als het maar niet in de krant komt. En voor de rest, ik wil toch geen seks met jou. want ik vind je een flapdrol. Dit hou ik voor mogelijk hoor. Dat het huwelijk tussen Bill en Melinda Gates. niets meer is als dat wat ik net schetste. Nee, Bill Gates zit hier niet achter. Nee. Hier zit de antichrist achter. Die fijne jongens die, uh, en meisjes, die beweren dat we allemaal hetzelfde moeten geloven. En iedereen is gelijk. En pedosexualiteit is een natuurlijke vorm van de uiting van de seksualiteit in het algemeen. Die zitten hierachter. Ja, ga die maar eens aanklagen. Het uh, wordt moeilijker en moeilijker. Bijvoorbeeld voor homoseksuele mensen. De katholieke kerk is de enige kerk. Die zich openlijk uitspreekt. Ja, nog net niet vanuit uh, de heilige stoel. Maar uh, er hangt er tegenaan. Uh, en, uh... Ja, gaan we tegen een homoseksueel iemand zeggen dat uh, zijn grote medestander dit op zich geweten heeft. En die hele inquisitie die we hebben gehad met die Jezuiten. En daarvoor met die Dominicaners. En die afslachting van de Waldensers, daar kan meneer Franciscus wel zeggen... Eh, nou, ik heb nog eens heel officieel over nagedacht, hè. En ook heel officieel wil ik dus nu even vanuit mijn heilige... Oh, even zitten, hoor. Ja, mijn eigen stoel. Hè. En de, ja, ik zit heel goed. Ja, nou, een, ja, een microfoon goed? Oké, okay, dan ga ik het nou zeggen voordat we, dit over de, ja, we hebben de Waldensers afgeslacht. En uh, nou, dan komt nu is het. Ja, is iedereen er klaar voor? Want dit is vanuit de heilige stoel. Dus het is onbetwistbaar hoor. Eén zeggen. Uh, sorry. En uh, nou moet je ophouden met zuren. En uh, allemaal lekker meedoen met de Algemene Kerk. En iedereen hoort erbij, ook de geetridders. En die club heeft dit op zich geweten. Die hebben dit gedaan. En geen enkele andere club. Niet de, de Antifa ofzo. of zo. Uh, of de blanke weerstandsbeweging van Zuid-Afrika. Dat snap je zelf toch ook wel. Er is maar één organisatie die zo'n operatie. Wereldwijd kan uitrollen. Er is er maar één die dat kan. Dat is diezelfde organisatie die achter de Verenigde Naties zit. De Verenigde Naties is van de Katholieke Kerk. We zijn allemaal één, allemaal samen. Ja, ja we zijn allemaal samen zijn. Heel inclusief. Ja, dit doen ze dan. Dit is hun mooie werk. Dit noemen zij. Uh, hoe heet dat? Uh, wat een smid doet met zijn. Uh, met, zijn uh, met het ijzer. Je ja? moet heel hard slaan op ijzer. Dan moet je net zo lang op blijven rammen. Zodat het uh, jouw zwaard is. Weet je dat nou? Is dat Malthusian? Dat was Sinti Paus. Ik snap bij Tautatis niet waar die man mee bezig is. Nou, ik toch even door mag gaan dan, hè? Ik snap niet waar die man mee bezig is. Als je dan daadwerkelijk vindt dat de hele wereld gerund moet worden centraal, dan is regel één. Het opstellen van een centrale administratie. Ik kan hier zo boos over worden. En dat is wel leuk. Hè? Dat is een pure humor voor jullie. Hè? Ik heb die film gezien met, uh, over Pablo Escobar. Die, die Boliviaanse cocaïneschuiver. Die had de centrale administratie bij zich, in zijn borstzak. Ja, daar ging het om. Die heeft... Paolo, heet hij. Dat is zo'n serie op Netflix. En die ene is... boring, en die andere is... Uh, te smerig geworden. Dus leuk om daar te kijken. En hij heeft... Pablo Escobar. Die heeft dus dat notitieblokje... altijd bij zich. En een spennetje... En als je de wereld wil gaan domineren, dan neem een goed voorbeeld, een Paolo Escobar. Alleen dan heb je veel meer te... Dat kan niet alles in een klein boekje. En dan gebruik je daar een computer voor. Dan ja, doe dat dan ook. Als je nu kijkt naar de toestand van de automatisering, het lijkt gadakken de toren van Babel wel. Maar ja, de toren van Babel die kregen ze ook niet af toen ze heel veel talen spraken. Weet je wat, dan gaan we nu heel veel talen spreken. En uh, ja, en dan kregen we het wel af. Het is te gek voor woorden. Kijk, de orde voor deze wereld, die komt eraan. En al die rotzooi, dat is afvallig. Meer niet. Ze hebben we helemaal niks mee te maken. Zoals Christus zei... ...je vader is je vader niet, je moeder is je moeder niet... ...en je familie, wat moet je ermee? Je hebt maar één vader en die woont in de hemel. En je hebt je naaste. That's it. Het leven is keihard. Het gaat om leven en dood namelijk. En ik... ...ik, ik weet niet wat Christus nou gezegd zou hebben... ...als hij naar nou deze... Serie grafieken keek. Of hij een spitsvondiger antwoord had dan ik, die zou kreten om de terugkeer van Mozes. Het is toch te erg voor woorden. Misschien kan ik bidden en Christus vragen wat hij hiervan zou zeggen. Dan 40 dagen in een woestijn of zo. Voorlopig neem ik er genoegen mee dat ik de hele tijd al met die lockdown. Ik alleen maar medelijden had en nog heb met andere mensen. Ik irriteer me soms aan hun volgzaamheid, hun schaapachtigheid. En dan zeg ik niks. Ik denk het wel. Ik denk wel. Uh, trut of zo. <laughs> of uh, eikel. Een sukkel. En dat moet ik niet denken. Dus dat, dat is een biecht die ik nou doe. Medelijden hebben met al die slachtoffers. Kijk, mijn categorie 0 tot 65: daarmee is helemaal niks aan de hand. Helemaal geen mortaliteit, geen sterfte toename, niks. Dat daalt alleen maar. Sinds 1995 gaan er van mijn leeftijdscategorie alleen maar minder dood. Heel langzaam, maar We worden steeds ouder. Ja. Ik hou er ook rekening mee dat... Uh, het was zo grappig vandaag op mijn werk. Dat iemand zei van ja, ik, 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 het ruikt hier naar poep. Ik zeg, ja, dat, dat... dat dat hoor ik niet graag, hè? Dat moeten we niet hebben. Waar komt het vandaan dan? Ouders zeiden, ze: Nou, dat is hopeloos hier. Dat, die, die poeplucht die zit in dat gebouw helemaal. Dus, daar kan jij niks aan doen. En toen zei ik: Ho, 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 ho. Ik ben nog lang niet met pensioen. Hoezo kan ik daar niks aan doen? Wat is dat nou? Ik maak dat schoon. En die poeplucht moet eruit. En als zij wat ruikt en ik... Ik zei dat heel raar. Komt dat hier vandaan? Wat, waar ruik je dat? Het kan niet hier vandaan komen. Het ruikt dan zelf. Dat is fris. Dat heb ik net geschropt. En zij moest lachen. Toen zei ze, oh, jij geeft de strijders dus niet op. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik werk nog wel een tijdje door. Met een doel. Het gaat goed met ons. En ze hebben onze bejaarden gepakt. Of het proces heeft onze bejaarden laten stikken. Wij hebben gekozen voor een methodiek. En die heeft onze bejaarde in de afgelopen nee, week 12 tot en met week 19. Hier in Nederland. Tienduizend. Bye bye. Zwaai zwaai. Ja, wat voor mentaliteit is dat? Ja, dat konden we niet weten. Ja, maar nu weet je het wel. En wat voor mentaliteit is dat? Als je dan blijft zeggen ja, ik kon het niet weten. Dan is die mentaliteit dus doelbewuste onwetendheid. Er is een mooi Amerikaans nummer en dat heet. Uh, if you want to be, be dumb, you got to be tough. Een Best een leuk nummer. En die man die zingt dat als grap omdat hij dan de hoop biedt dat als je maar uh, kranig genoeg bent, dat je het dan wel volhoudt als uh, doemling. En ik zeg je nee. Als jij je bejaarden laat sterven in, het, uh, in eenzaamheid, dan kom je er niet van af. Want jij hebt het laten gebeuren tijdens jouw wacht. En je kan niet van die bejaarden verwachten dat ze voor zichzelf gaan zorgen. Want dat, is, dat kan helemaal niet. Bij mensen is het zo dat de eerste 14 jaar, dan moet je als ouder de benen uit je lijf lopen. En dan gaan we afbouwen. Nou, en de laatste jaren van een mens. dan heb je weer hetzelfde. Alleen dan lopen de kinderen zich de benen uit het lijf. Dat is de deal. Dus die ouders die hebben de eerste veertien jaar om de benen uit hun lijf te lopen. En dan hé, hey, hey, kinderen de deur uit. En dan worden ze wat ouder. En dan gaan die kinderen belopen. En luiers halen. Wat is dat nou? Mama, zoveel jaar voor jou, luiers gehaald. En nou geen luiers halen van mama. Ja, dan krijg je klats, klats. Zelfs van de Heilige Maria. Waar ik niet in geloof. Maar dat kan je je ook voorstellen. Dat dat niet gaat. Dus je moet zorgen voor je ouderen. En je moet ze niet laten stikken in het bejaardenhuis. En hebben we hebben nou tienduizend op onze rekening staan. Hier in Nederland. Ah, 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 ah. Ik ben niet boos, daar heeft ik niks mee te maken. Kom je ermee? Ik zag het aankomen. Ik sta verbaasd van de. De kunde waarmee ze de organisatie wereldwijd hebben uitgerold. En ik sta verbaasd van het feit dat ze zich. Dat zij zich bewust zijn van het feit dat wij dit toch niet in de gaten gaan hebben. Wat ze doen. Zij maken een filmpje en dat we denken dat we naar de maan zijn gegaan. En dan denken we allemaal, nou, we hebben een film gemaakt dat we naar de maan zijn gegaan. Dus zijn we naar de maan gegaan. En met 11 september, idem dito. Jeetje, mijn kreetje. En nou dit. En mijn antwoord is: wend je af van de katholieke kerk. En dan heb jij het probleem: van ja, maar alles is katholiek. Porno is katholiek, bijvoorbeeld. Uh, jaarlijkse suipfeesten is katholiek. Uh, met je blote billen over straat lopen is katholiek. Uh, dat is allemaal de universele kerk. Iedereen doet mee. En we aanbidden een moedergodin. Dat is Maria. Mary. En wat is er dan nog meer? Waar moet je je oog dan wel op wenden? Nou. Je kan gaan zorgen. voor je medemens. of een tuin. in die zin dat je zorgt voor een tuin. en dat is voor de medemens. of je zorgt voor een auto. en dat is voor de medemens. Je gaat zorgen voor de mens. Dus je wordt een slaaf. Van de mensen. En dan kijk je niet meer naar die katholieke kerk. Dan ben je er immuun voor. Dan zegt die gekkigheid je niks meer. En je doet je werk. Nou, de tweede is dat je snapt dat wat ik net zei: dat je mensen gaat dienen. Dat dat een verplichting is. En niet een vrije tijdsbesteding. Dus dat je moet zorgen voor andere mensen. En dat het moet, omdat je leven ervan afhangt. Als je niet zorgt voor andere mensen. dan. Ja, dat heet. Uh, ja, dat heet dood, want je naam is dood. Omdat je niet zorgt voor andere mensen, is je naam dood. Je begrip is dood. Je inhoud van je mens zijn is dood. Je kan van Arthur Schopenhauer zeggen: ja. Die man die had alleen maar een hondje. Ja, en hij zorgde voor andere mensen. Met het schrijven van zijn werk... Uber die Groenlage der Moraal. Een mooie, voorzichtige titel. Het is over de aard... Van hoe moet de grondslag van de moraal eruit zien? Dus iemand wil hem gaan maken. Uh, hoe maak je dan een grondslag? Dus, uber die grondlagen der moraal. Dat is zorgen voor andere mensen. En hij deed leuk met zijn hondje. En hij heeft op latere leeftijd ook nog gezegd. Van ja, er bestaan vrouwen en die zijn waarlijk aardig en fijn om mee om te gaan. Zo. Kijk, je moet zorgen voor andere mensen. Daar hangt je leven van af. Dat is wat leven is. En het woord wat daarbij hoort, dat staat in de Bijbel. Punt. En de rest op metafysisch gebied, je hebt de hardgrondige wiskundige, metaviskundige, metalogische onderbouwing door die Pruisen. Dat is een scheldwoord. Die pruzen. die Duitsers. En je hebt de prachtige verhalen van de Bijbel, die ook nog onderling een geheel vormen. Ja. En dan kun je zeggen, ja, de Bijbel, dat is gelijk een sprookje. Ja, het is wel zo dat aan dat sprookje is door honderden mensen geschreven. Het evangelie van Johannes is opgeschreven door iemand anders. De inleiding is in elk geval, uh, die opent met... Dit is het evangelie van Johannes, zoals hij. Ja, dat schrijf je toch niet op? Dat als je het zelf schrijft, dacht ik. Of je hebt dat ergens geleerd. Dat je het zo moet schrijven. Er is heel veel mensen hebben geschreven aan de Bijbel. Over een periode, en dat, dat, dat zijn veertig generaties... Dat is best veel, hoor. En aangezien de Bijbel begint met het woord Bereshit... Wat in het Hebreeuws is het in den beginnen, zeggen wij. Bireschit in het Hebreeuws heeft uh, een betekenis als uh, beginnende. Hebreeuws heeft een andere taalgrondslag. Beginnende. Ook wel. Uh, de eerste vrucht. Als, als de vrucht er is. Dan, dan is het begin daar. Hè? First fruit. Dat is Bereshit. Dat kan jij je ook voorstellen dat je. Dat je met je kind door de moestuin loopt en dat een, een, een zaad komt naar, naar boven en laat zich zien en dat je tegen je kind zegt, in den beginnen. Dat is bereshit. En bereshit, dat is een bed. Ik kijk even of ik mijn Hebreeuwse boekje kan vinden. Ik heb zo'n aantekeningenboek. Ja, dan niet. Het is een bed, een resh, een shin, een jot en een tav. Birr. Nee, er zit nog een. Er zit een alef nog bij. Birr. Shit. Anyway, daar staat als zin. In de begin, schiep God. Ah, nee, 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 dat, nee, dat komt inderdaad pas later. In Bereshit is het Ber, Bet, Resh, Shin, Yod, Tauf. Bereshit. Zoon, God, destructie. Nee, daar moet er toch een Alef in zitten. Nou, ja, zoon, God, destructie, handkruis. Jojo, kijk en dat is het begin van de Bijbel. Dus dan weet je gelijk waar het hele boek over gaat. En dat moet je snappen. En dat er dan de oorlog verklaard wordt tegen ons. Voor de zoveelste keer. Door de antichrist. Te weten de universele kerk. Te weten iedereen is even goed. En we zijn allemaal gelijk. En zonden die... Uh... Oh, die zijn vergeven met Christus, hè? Ja, ja. De, niet waar het om gaat, hè? Ja, wij zitten nu in de tijd van na Christus. En die tijd heet de Trooster. De tijd van de Heilige Geest. Denk daar maar aan. Als je je oog wil afwenden van die vijand die we hebben. Want deze vijand kan je niet bestrijden. Je kan mensen in je omgeving gaan vertellen van dit filmpje. Maar zullen ze tegen de waarheid kunnen? want wij zijn reddeloos verloren met zo'n vijand en zoveel meelopers en heel veel homoseksuele mensen heel veel mensen die bezig zijn met seks well, seks dit, seks dat seks en drugs en die doen het. Dat is onze vijand. En onze vijand maakt Christus belachelijk. Het is schandalig, ik weet het. Hartstikke fijn dat je zo lang geluisterd hebt. Dat je ook naar die overpeinsingen op het einde, dat je daarna geluisterd hebt en begrijpt. Dat er niet zoveel alternatieven zijn als de drie die ik noemde. Namelijk eh, niet onder ogen zien en doen alsof waar we hier nu naar kijken: ach, het is me toeval. Of je gaat wat doen voor andere mensen. En dan ben jij je eigen uh, rechter. Dus dan bepaal jij of je het goed doet of niet. Hè? Of je moet iets gaan doen voor andere mensen. En dan bepaalt onze vader of het goed is of niet. Maar je gaat wat doen voor andere mensen en je gaat niet doen wat Mark Rutte en die lui allemaal aan meewerken aan dat circus van de Antichrist. Om maar iets te gaan doen en dan veroorzaak je allemaal dode bejagen. En dan. Uh... Ja, ja. Het is opgetekend. Dit is opgenomen op uh, maandag 6 juli 2020. En uh, ik maak een PDF van dat ding. Ik sla het op op mijn computer. En ik ga ook de, de film van uh, de opname van Mark Rutte. die ga ik ook even fileren. Dit kan echt niet. Yeah. Life during wartime. <Daishtan singing> A ring of no falling around. <laughs> <I> <laughs> Tot de volgende. <laughs>